Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja Jasper, vandaag thuis verloren van Huizen. Heel prettig dat jij even voor de camera wil komen, want niet iedereen wil voor de camera komen. Dat is op zich een hele slechte zaak. Ik vind als je wint, dan wil je ook voor de camera komen, maar je moet ook je verplichting hebben als je verliest, zeg maar, om voor de camera te komen. Dus bij deze complimenten dat jij toch even, ondanks de teleurstelling met 1-0 verlies, voor de camera komt. Maar wat vond je ervan? Want de eerste helft was helemaal dramatisch, vond ik zelf. Ja, ik denk dat je de eerste helft gewoon niet in je spel komt wat je wil spelen. Je bleef een beetje achter de bal aan lopen. We hadden enigszins nog wel redelijk druk op de tegenstander, maar niet voldoende om zelf iets te creëren. Ja, één kansje op laatst, maar niet echt om echt kansen te creëren wat we normaal wilden. Ja, want Huizen staat dan onderaan, 8 punten. Ik zei vorige week al tegen de trainer en met de voorbeschouwing ook, iedereen kan van iedereen winnen, maar van zo'n ploeg hoor je toch eigenlijk niet te verliezen? Ja, normaal gesproken wel. Als je gewoon je eigen niveau haalt, hoor je gewoon van deze tegenstander te winnen. Wat is jouw analyse? Of qua niveau heb je het over, maar hoe komt het dat het niveau er niet meer is? Ja, geen idee. Dat kan aan heel veel dingen liggen. Nee. Maar hoe ging het onderling dan in deze wedstrijd? Want het was onsamenhangend, veel foutieve passes. Net of er ook geen motivatie was. Wat was er aan de hand? Ja, ik denk dat er altijd wel motivatie is, maar niet iedereen heeft evenveel motivatie. Daar leek het vandaag op. Ik denk daar begint het bij. En niet bij of je een bal verkeerd speelt of geen goede aanname hebt. Het begint gewoon dat je met z'n allen met elkaar wil vechten voor die 3 punten. Ja, ook voor het thuispubliek, want er begon natuurlijk ook te morren. En dat snap ik ook wel, want dat deden we eigenlijk zelf ook wel. Ja, en dan verwacht je dat de trainer een donderspeech houdt en dat je goed de kleedkamer uitkomt. Maar op zich viel dat ook nog een beetje tegen. Ja, we hebben wel te horen gekregen hoor, dat het gewoon dramatisch was. En dat we gewoon eerst moesten beginnen met de juiste inzet en de juiste intensiteit die tweede helft in te gaan. Ja, en je zag wel dat het iets beter liep, maar nog niet goed genoeg om zeg maar echt een grote kans te creëren. Want dat is ook niet echt gebeurd. De tweede helft. Ja, want als Huizen het goed had uitgespeeld, hadden ze wel meer dan 2-0 kunnen winnen, denk ik. Ja, zeker. Ja, een hele grote domper. Ook voor jullie zelf, maar ook voor het publiek. Hoe zouden jullie hiermee om moeten gaan? Ja, ik denk heel lang praten of zo, dat heeft allemaal geen zin. We weten allemaal supergoed wat er goed gaat en wat er fout gaat. We moeten gewoon allemaal in die spiegel kijken. En maandag gewoon weer met de koppen bij elkaar en door. Nou, dankjewel dat je toch snel voor de camera wil komen. En succes. In ieder geval wel een goed weekend. Ja, jullie ook. Hey, bedankt. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.